SP Groningen vindt dat mensen met een laag inkomen te weinig inspraak hebben op het armoedebeleid van de gemeente. Daarom werkt de partij aan een belangenorganisatie voor uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden. Op deze manier wil de SP mensen met een laag inkomen de kans bieden om politieke veranderingen af te dwingen en misstanden in de armoedebestrijding van de gemeente aan te kaarten. De SP heeft de afgelopen maanden geconstateerd dat er steeds meer werk wordt aangeboden door de gemeente wat onbetaald is. Zo zien wij dat er ervaringsdeskundigen worden ingezet om gezinnen in armoede te helpen. Die krijgen niet betaald. Wij zien dat energiecoaches worden ingezet. Die krijgen niet betaald. En we zien allemaal vacatures ontstaan nu van facilitair medewerkers of jeugdcoaches die ook niet betaald zijn. En we zien tegelijkertijd dat in een stad als Groningen, een gemeente als Groningen, dat daar veel armoede is. Dus wat de SP van plan is een belangenorganisatie opzetten voor werkzoekenden en bijstandsgerechtigden, omdat wij vinden dat hun belang echt beter moet worden gediend in deze gemeente. De afgelopen jaren steeg de armoede in de gemeente. Het is gebruikelijk dat in steden meer mensen onder de armoedegrens leven dan op het platteland. Maar ook in vergelijking met bijvoorbeeld Rotterdam en Amsterdam staat Groningen er slechter voor. Nou, de SP die ziet dat er echt meer moet gebeuren aan armoede bestrijden en strijden voor vooruitgang voor mensen die geen baan hebben of op zoek zijn naar werk. En wij zien dat Groningen een van de gemeenten is met de meeste armoede in het land, ook de meeste kinderarmoede in het land. En daar moet echt snel iets aan gebeuren. Dat moet en dat kan veel beter. Ik zie dat er heel veel over mensen wordt gepraat die in armoede leven of naar werk op zoek zijn. En dat er eigenlijk vrij weinig met die mensen wordt gepraat. Wij willen graag dat deze mensen voor hun eigen rechten en hun eigen belang gaan opkomen. Wij zien en wij weten dat dat niet gemakkelijk is voor mensen die in de penarie zitten of in de armoede leven en op zoek zijn naar werk. Maar de SP die wil deze mensen graag een handje daarbij helpen om ze goed te organiseren. Goed eisen te gaan formuleren en vooral ook de politiek en het bestuur hier in Groningen onder druk te zetten om ervoor te zorgen dat er meer inkomensondersteuning komt en dat er werk komt waarvoor betaald wordt. Blijft de organisatie dan wel gelieerd aan SP? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat is de rol van de SP hierin? Kijk, als wij op een gegeven moment zien dat deze belangenorganisatie op zichzelf kan staan en het niet nodig heeft om extra ondersteuning te krijgen en de belangenorganisatie wil zelfstandig onafhankelijk van de SP verder gaan, dan zullen wij dat van harte toejuichen. Maar in het begin zullen wij deze organisatie gaan oprichten en op het moment dat we zien dat die organisatie sterk genoeg is, laten wij hem op zichzelf bestaan.